Mijn naam is Wouter van der Horst, 33 jaar uit Amsterdam. En ik help de internationale museum en onderwijswereld met het vertalen van hun educatieve missie naar de digitale wereld. En daarvoor heb ik 6,5 jaar bij het Rijksmuseum gewerkt, bij de afdeling educatie. En was ik onder andere verantwoordelijk voor het mbo-onderwijs. Nou, waarom ik gekozen heb voor het Proctoraat Mediawijsheid is eigenlijk heel simpel. Ik hou ontzettend van het mbo. Ik ben zelf ooit ook begonnen als mbo-student, alweer lang geleden. Maar ik vind het vooral leuk om complexe digitale vraagstukken minder complex te maken. Door intensief samen te werken met de gebruikers, dus uiteindelijk ook de docenten en de studenten. Ik kijk het meeste uit naar de samenwerking met alle verschillende partijen, maar misschien nog wel het meeste met de docenten, want ik denk dat het daar uiteindelijk allemaal om draait. En ik hoop hen heel erg goed te kunnen helpen. Ik kijk er heel erg naar uit om iedereen te ontmoeten en voor jullie allemaal voel je vooral vrij om mij te benaderen als jullie vragen hebben of meer over mij willen weten. Ik hoop jullie snel te zien.